Hallo, ik heb een muts op, want het is koud. Buiten, niet binnen. Maar ik had hem net op en ik heb hem nu nog steeds op. En hij heeft een schattige pom, 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 pom. Dus ik dacht, ik hou hem op. Goed, ik snap niet waarom ik maand verantwoorden ben waarom ik een muts op heb. Ik woon net thuis. En het leuke is, ik heb de Glossybox voor jullie. En wat ik zo leuk vind aan die Glossybox is dat hij komt heel vaak als ik niet thuis ben. Vaak in het weekend of op een andere dag. Ik ben eigenlijk best wel vaak niet thuis. En dan word je vaak bezorgd. En dan kom ik thuis na een lange dag. En dan zie ik deze liggen. En dan denk ik, hey, dat is leuk. Ik heb gewoon een box vol met cadeautjes. En het lijkt natuurlijk een supergoed promotiepraatje. Maar het is echt zo dat ik net thuis kwam. En ik dacht van, ah, Glossybox. Ik ga hem uitpakken. Dus, ja. Yeah. De Glossybox van december. Het is een andere kleur dan normaal. Hij is nu zwart met, Het is niet helemaal wit, het is nog een heel licht roze, maar normaal was het paars met roze, dus ze hebben me vernield. En dit gebeurt dus altijd. Waarom overkomt mij dit altijd? Nu is die doos gelijk helemaal... Ik weet niet wat er met me aan de hand is, maar het gaat even niet goed hier, jongens. Oké, het is een hele mooie zilveren glossybox dit keer. Nou, dan ga ik hem openmaken. Wauw. Weer ander papier dan normaal. Het zijn nu schattige sterretjes. En ik zie al twee extraatjes bovenop liggen. Dit is de Azzardo Chrome Scent Sport. Dit is een geurtje. Ik ken het merk niet. En ik heb van L'Oreal, van de Kerastase lijn, heb ik een testertje. En dit is een olie voor in je haar. Ook het kaartje is leuk met sterretjes. Het leukste cadeau voor de feestdagen is binnen. Met deze glossybox heb je niet één, maar een box vol verrassende beautyproducten voor onder de boom. Bovendien bevat de box drie extraatjes. Drie extraatjes? Nou, het is dus echt een box in teken van de feestdagen. Super leuk, dus ik ben benieuwd. Dit ligt bovenop. Het is een fouché. Zeg je nou fouché of zeg je voucher? Want ik weet het niet. Goed. Dit is een... Fouché, waarmee je 15% korting krijgt op het merk Molton Brown. Ik ken het niet. Er staat ook kennismakingskorting. En op de achterkant staat waar je het kan verkrijgen. Dan heb ik hier een OPI-lakje. Dit vind ik jammer. Dit vind ik echt jammer, want... Oh, Glossybox... Krekelnagellak is echt niet meer zo in, jongens. Een tijdje geleden kreeg ik volgens mij ook al een lakje van... Wat was dat merk? Barry M of zo. En... Het is echt goede nagellak, maar krekelnagellak is gewoon niet meer zo in. Dus dat is een beetje jammer. Nu weet ik dat je deze nagellak ook normaal kan gebruiken. Als er geen nagellak onder zit, dan blijft hij gewoon egaal. Maar toch, ik had liever een normaler lakje gehad. Maar oké, het is een OPI-lakje. Dat is wel grappig, want dit is mijn eerste OPI-lakje ooit. Ik vind OPI veel te duur, dus ik zou het nooit zelf kopen. Of nee, ik zeg nooit nooit, maar... De kans is klein dat ik zeg van, oh, ik ga een lakje kopen van 12 euro. Dat 12 euro voor één nagellakje, man. Nou, het is wel een hele mooie donkerblauwe kleur. Hij is heel diep. Ik kan bijna niet de letters lezen op de verpakking. Dus hij is wel mooi. Maar dat is wel een minpuntje. Goed, laten we verder gaan met een artikel waar ik wel heel tevreden over ben. Of heel erg benieuwd naar ben. Dit is dus dat merk waar je net een kortingscode voor kreeg. Molton Brown. En dit is een Warming Eucalyptus Bath and Shower Therapy. Nu ben ik helemaal gek van douchegels en zo. En ik wil ze in alle geuren van de wereld. Dit is eucalyptus. En dat is echt een van mijn favoriete geuren. En ik ruik het nu al. Ik ga hier heel veel plezier van hebben. Want eucalyptus is zeker met de koudere dagen is het super lekker. Ook voor je neus om lekker alles open te zetten als je verkouden bent. Je hoort het al, denk ik. Ik heb een beetje een loopneus. Dit is super leuk. Ik ken het merk niet. Ik ga er eens wat meer voor opzoeken. Molton Brown uit Londen. Oké, dit is een Mineral Care Pure Dead Sea Experience Elements Body Lotion. Groot voordeel, pluspunt. Er zit geen parabenen in. Parabenen staan erom bekend dat ze je huid nog wel eens kunnen verstoppen. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus als er geen parabenen ergens in zitten, dan is dat super goed. Het is een body lotion. Ik gebruik liever body butter in deze tijd. Maar body lotion is toch wel iets fijner. Het is toch iets sneller, kan je makkelijker meenemen. Ik ga er even aan ruiken. Oké, en hij heeft een heel normaal crème geurtje. Niet bijzonder, maar ook niet vies. En body lotion is natuurlijk altijd welkom in de maanden dat het wat kouder wordt. En je huid echt zo droog wordt dat je gewoon de velletjes er vanaf kan schrapen en zo. En dan hebben we weer mascara. Wow, Glossybox. Jullie geven vaak mascara's. Ik hoef nooit meer mascara te kopen, denk ik. Het is een Yves Rocher mascara. Het is een mooie opvallende roze tube. Of hoe noem je dit? Is dit een tube? Verpakking.
Ik hou het op verpakking. En er staat wimperspreidende volume mascara. Nou, ik kan hem niet uitproberen nu, want ik heb mascara op. Ik sloeg mezelf ermee tegen mijn hoofd. Ik heb nu mascara op, dus ik ga hem niet uitproberen. Ik ga wel even het borsteltje bekijken. Oké, dit is een heel doorsnee borsteltje. En dat is prima, want ik hoef helemaal geen rare, bijzondere poespas. Want meestal werken de meest uitzonderlijke mascara's het slecht bij mij. Dan hebben we hier een blush. En dat is gewoon van het Glossybox merk. Waar ik ook wel eens een lipstick van heb gehad. En die beviel eigenlijk heel goed. Hij is in de kleur Glossy Rosewood. En het is een beetje een lichtroze kleurtje. Ik zal hem even swatchen voor jullie. Dit is hem. Hij geeft aardig wat kleur af. Het is een heel liefelijk kleurtje. Ik denk dat hij wel goed past bij zo'n mutsje of zo. En dan voor de rest alles heel rustig houden. Dan krijg je echt zo'n onschuldige, lieve uitstraling. Leuk, want ik hou van blush. En dan zie ik hier tot slot nog een candy cane. En ik ben dol op candy canes, dus dat is altijd welkom. Nou, dit was de Glossbox van december. Het enige product waar ik echt niet echt over te spreken was de crackle nagellak. Want, come on Glossybox, dit is niet meer het van het moment. En dat maakt niet zoveel uit, maar ik bedoel, een normaal lakje was toch iets leuker geweest. Voor de rest, super leuke producten. Ik ben heel erg benieuwd naar de mascara en naar de blush. Deze ga ik lekker opeten. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En dit was Glossybox. Ja, tot de volgende keer. Doei!